Kathleen Aerts en haar man Steven hebben de tijd van hun leven in Zuid-Afrika. Samen runnen ze er een guesthouse droom. De twee lijken een geoliede machine die niet kapot te krijgen is. Maar hoe is hun romance nu eigenlijk ontstaan? Annina vertelt het koppel dat ze elkaar leerden kennen in 2009. Kathleen haar laatste jaar als kadrietje was aangebroken, maar Steven was zich helemaal niet zo bewust van haar bekendheid. En hoewel Kathleen had gezworen dat ze even single zou blijven, sloeg de vonk met Steven meteen over. Ze was eigenlijk zelfs zo klaar met de liefde dat ze zelfs al een adoptieprocedure had opgestart in haar eentje. Die plannen waren al snel opzij geschoven, want het zat meteen goed tussen Kathleen en Steven. 3 maanden na hun eerste ontmoeting vroeg hij haar ten huwelijk. Een jaar later waren ze getrouwd en vrij snel daarna waren ze in verwachting. En voilà, alles viel in zijn plooi. Ondertussen zijn ze 13 jaar samen, hebben ze 2 zonen en vonden ze de job van hun leven.